Hallo, vandaag is het 27 maart en vandaag is het internationale dag. Internationaal? Ja, Wereldtheaterdag. Wereldtheaterdag. Hoe ziet zo'n theater er nou eigenlijk uit? Laten we eens een podium tekenen. Het is tenslotte theaterdag. En daar kunnen we dan misschien ook weer wat op gaan zetten op dat podium. Doe je mee? Wereldtheaterdag, ja. Dat is een mooie. Een theater, hoe teken je nou theater? Nou, laten we eens gewoon een podium tekenen. Podiumgordijnen. Volgens mij hebben we al eens een aflevering gordijnen getekend. Beetje perspectief in aanbrengen, zo. Op de planken staan heet het ook, hè, op het podium. Nou, hebben we hier nog wat spots op. En we hebben theater. Ook hier kan je natuurlijk nog schaduw aan gaan geven. En je zou ook nog kunnen kiezen voor andere gordijnen. Dus gordijnen die worden opengetrokken naar. Zou je hier nog een microfoontje kunnen zetten zo. En dan. Zo. Nou, dan wachten we nog even op de spreker op het podium. Ik ga nog even een andere gordijn tekenen. Want het kan natuurlijk. Opletten dat je een velletje eronder hebt liggen. Hè? Zie je dat het doordrukt? Nou, andere gordijn. Dat kan ook nog natuurlijk. Podium. Dat doen we eerst zo. Kijk, dit is natuurlijk ook gewoon een gordijn. Ook hier verdwijnt het bovenin achter de. Omdat het hier samen wordt getrokken, heb je vanuit hier de plooien. Dan en natuurlijk bovenuit ook. En hieronder is het zo weer. Zo. Nou, podium weer, achtergrond, voorgrond. Die valt voor het gordijn. Zo, en dan kan je natuurlijk weer die planken gaan doen. Ik zou zeggen, ga je hier eens mee spelen. Doe ook iets leuks, bijvoorbeeld op het podium zet. Poppetjes die we al eerder hebben getekend, bijvoorbeeld. Of je eigen poppetje. En misschien kan je zo wel een heel verhaaltje al gaan tekenen. Na alle tekeningen te hebben gevolgd bij mij. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!